Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ben ik hier samen met Roos. En Roos, mijn zusje, en wij gaan vandaag de Pancake Art Challenge opnemen. En wat is hier een beetje het idee van? Nou, het idee is, zeg maar, je hebt hier allemaal kleurtjes zoals jullie zien. En we hebben het een beetje aangepast op wat we gaan tekenen. Maar je moet dus iets met pannenkoekenbeslag maken. En de mooiste krijgt een punt. Dus full check, full het YouTube logo. En die moeten we er allebei gaan maken. Dat is dan een soort van challenge. We hopen dat jullie het leuk vinden. Dus doe zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet om er niet te abonneren. En let's get started! Oké, we hebben hier een bakje met daar allemaal papiertjes erin. En daarop staan voorwerpen die wij zo meteen moeten gaan tekenen met deze challenge. En jij mag als eerste eentje pakken. Oké, dit is het eerste briefje. Staat erop? We moeten een emoji gaan tekenen. We mogen dus nu een emoji naar keuze gaan tekenen. Ik heb er heel veel zin in, dus let's go! Oké, we hebben besloten dat we onze favoriete emoji gaan tekenen. En dat is voor mij de hartjesoog emoji en bij jou. Bij mij is dat die ene moet lachen van tranen. Die moet huilen van tranen. Of ja, van lachen moet huilen van lachen. Dat bedoelen we. Ga ik maar gewoon beginnen. Ik klim dus deze in ieder geval. Deze. Ik vind het moeilijk hoor. Oké, ik ga eerst een hartje maken. Welke zou ik eerst moeten? Ja. Deze pakken. Oké, 3, 2, 1. Woo! Oh my god, dat is echt heel moeilijk. Wow, je hoort het helemaal sis. Oh chips, nee! Je kan dat niet eens. Oh, dat skip je gewoon. Ja, die kunnen we gewoon weghalen. Deze. Dit is echt moeilijk. Maakt niet uit dat hij nu op de tafel is. Nee, wel, die had ik. Het is echt moeilijk. Die had ik. Oké, wacht, dan pak ik even deze. Oh. Oké, begrijp ik. Ik moet een mond voorstellen. Oh my god, ik moet een rondje tekenen, maar het voelt mij vet snel. Wacht, ik ga het gewoon zo doen. Dit is gewoon een aardbei. Ik ga het gewoon zo doen. Wow, joh.
aardbei doen. Dus voor mij lijkt het meer op een radie. Oké, het zit vast in mijn mes. Ik dacht dat ik hierin ging falen, maar... Hoeveel hebben we er nog? Drie. We hebben er nog drie. Oké, wie vindt jou het gewoon heet? Ik heb... Want kijk, bij jou, was echt goed geweest als je die stipjes eerst had gedaan en toen dat rode. Want nu is het helemaal uitgelopen en kijk, die van mij lijkt een beetje op een aardbei. Maar... Het is altijd beter als het niet. Het staat in ieder geval tweede over mij, dus gewoon niet echt een inhaalslag gaan maken. Ik wil ze dit nog gaan winnen. Maar... Komt goed. Oké, let's go naar de volgende ronde. Oké, het is nu tijd voor ronde 3 en Roos zal maar grabbelen, dus let's go. Oké, welke heb je getrokken? Starbucks! Oh my god, wat echt heel moeilijk. In ieder geval, laten we beginnen. So, let's go. Oké, welke kleur ga jij claimen? Deze als eerst. Ik claim deze. Oh, dat wordt zo moeilijk, want je moet dat meisje in het midden maken, die Zimmermin. Ik weet niet of het een Zimmermin is. Ja, het is Zimmermin. Oh my lord. Oké, ik neem al een andere creatieve idee. Oké, 3, 2, 1. Oh my god, look, ik heb echt verkloot. Ik moet even een ander kleurtje. Ik pak gewoon geen. Ik ga niet aan mijn geld. Want anders dan wordt het even poep. Die haal ik zo meteen gewoon weg. Oké, je bent echt knap als je hier een beker ziet, maar. Oké, mijn poppetje wordt niet zo mooi of zo. Maar dat... Mag ik de geel? Wow, die is best goed. Ik zie er geen poppetje, maar het is best goed. Wow, CDS! CDS! Hey, CDS. Oké, ik ben best proud op die S. Het is best pro, maar ik heb de kleuren niet goed, want... Ja. Nou, er zit ook geen blauw... Mijn is gebroken! Er zit ook geen blauw in de Starbucks beker, by the way, maar... Oké, ik vind dat Roos deze punt gewonnen heeft, want we hebben allebei de... Oké, ik vind dat Roos deze ronde gewonnen heeft, want we hebben allebei de kleuren niet helemaal goed. Maar bij Roos vind ik het wel mooi dat ze zo die vormpjes heeft en mijn is half gebroken. Dus, that's true. Roos krijgt zijn punten, staat nu 2-1. Dus Roos kan mij nog inhalen, wordt wel spannend. Let's go naar ronde 4! Oké, we gaan nu beginnen met ronde 4 en ik mag een kaartje trekken, dus... Waarom doe ik mogen echt? Kijk, even eentje. Het Muscly logo! Wat een Muscly logo betekenen? Oh my god, dat wordt echt moeilijk. Laten we beginnen, so let's go! Oké, ik kleep die. Nee! Oké. Nee, wacht, jij mag die dan wel eerst. Oké, is goed. Maar mijn kleuren kloppen dan. Deze is heel moeilijk, omdat dit een open is. Ja, ik doe dan wel met geel. Wacht, Loeken, wil je? Oké. Ga je met geel doen? Ja, dit is moeilijk. Oh my god, ik weet het niet. Oké, klaar? 3, 2, 1. Ik ga even op misschien doen. Kijk, die is heel dik, dus ik ga het risico niet lopen. Wow, my god, ik ga hem uitschieten! Wow, die is zo goed! Wow. Kijk, daarom heb ik ook geel gepakt. Dan is het misschien iets anders de kleur, maar... Oh my god, I can't. Ik dacht echt dat ik het goed ging doen, weet je? Nu moet het even goed gaan. Want... Mag die? Ja, die best. Voor mij ging het mij natuurlijk in dating nog wel wat. Die is best pro, maar wel groot. Alleen het hondje is niet krachtig. Maar dat maakt oh, dat is van mij niet zo. Mijn licht echt van me. Oh, ik kom net. Oké, ik ga maar omdraaien. Denk dat je me kan draaien. Alleen is niet eens. Ietsje verder. Nee, oh my lord. Oké, hij is best pro, maar kijk hoe raar met die roze. Die roze wordt helemaal een soort van. Nee, dat kan omdat je te kort hebt. Kijk, die heb ik veel korter. Jongens, kijk. Als mij niet was gebroken, omdat ik hem te vroeg had omgedraaid, was die serieus best goed. Oké, ik vind dat Roos van de 4 gewonnen heeft. Wat vind jij? Nou, jouw is ook al mooi op zich.
Jou de mooie, dus je hebt gewonnen. Dan staat het 2-2, wat dus echt spannend wordt. Want zometeen hebben we de finale ronde. Oké, is de laatste ronde dus eigenlijk de beslissende ronde. Zullen we het trekken? Ja, pak hem. Ik ben benieuwd wat erop staat. Pizza of niet? Pizza! Oké, we gaan pizza tekenen. Hier heb ik echt zin in. Ik weet alleen nog niet helemaal hoe, maar ik heb een klein ideetje. Oké, cool. Laten we gewoon gaan beginnen. 3, 2, 1, go! Oké, ik ga een keer roze claimen, jij de keer groen. 3, 2, 1, go! Ik maak gewoon hele. Auw, vinger! Je bevalt zo vaak je vinger. Dit is echt wel de derde keer. Oh my god, Aya verpest mijn pizza. Oh, wat doe ik? 3, 2, 1. Allebei mooi. Dus daarom mogen jullie de winnaar kiezen. En je kan dit kiezen door op de poll hier ergens te klikken. Je ziet nu de pizza's in beeld. En dan kunnen jullie kiezen welke jullie vinden dat het mooiste is. En wie dus de challenge gewonnen heeft. Ja. Doe dat zeker weten dus door de poll hier links of rechts bovenin. En dit was dus alweer de challenge. Dan was dit weer de video. En we hopen dat je hem leuk vond. Vond je hem leuk? Doe dat zeker weten. Een duimpje omhoog. Vergeet je om niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Ah, de hand op de camera. Doei!